Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat jaarlijks ongeveer 150 mensen als gevolg van suïcide een einde aan hun leven brengen. Hiermee staat Suriname op de 6e plaats van landen als het gaat om zelfdoding. Met het organiseren van een suïcidecongres, dat morgen van start gaat, wil het Psychiatrisch Centrum Suriname een suïcidepreventieplan ontwikkelen om zelfdoding structureel aan te pakken. Wereldwijd gezien staan wij op de 6e plaats. 26 gevallen op 100.000 inwoners, terwijl er gemiddeld wereldwijd 16 op 100.000 inwoners suïcide plegen. Dus dan is het voor een kleine staat als Suriname wel heel erg hoog. Tussen 14 en 29 zie je dat de meeste suïcidegevallen er zijn. Naast de zelfmoordgevallen zijn er jaarlijks ongeveer 700 mensen die een poging maakt om een einde te brengen aan hun leven. Er zijn veel oorzaken waarom iemand de neiging krijgt om suïcide te plegen. Volgens Brewster praten mensen te weinig over hun problemen. Ja, er zijn verschillende oorzaken. Hè. Pesten kan een oorzaak zijn. Psychische problemen kunnen een oorzaak zijn. Somatisch lijden, dus lichamelijke ziektes kunnen ook een oorzaak zijn. Ja, je hebt verschillende oorzaken waarom men overgaat tot het plegen van suïcide. Nee, suïcide is geen oplossing. Maar je moet wel beginnen met erover praten. Het moet wel bespreekbaar zijn. Het moet uit de taboesfeer gehaald worden. Dit congres wordt in verband met World Mental Health Day op 10 oktober 2019 georganiseerd.